Hey, what's Gucci? Het is Japan, Steven vecht. Oké, wij jongens zijn best wel ingewikkeld. Daarom ga ik het even uitleggen aan jullie dames. Hey dames. Ben jij nieuw? Zorg dan zeker voor dat je even abonneert. Dat kan hier beneden. Druk dan ook meteen op het belletje, want dan ben je altijd de eerste die mijn video's ziet. En ja, wie wil dat nou niet? Het allereerste zijn wie mijn video's ziet, want... Ja, ik geef tips over relaties, maar ik heb zelf geen relatie. Dat is... Zijn er dingen die jongens over meisjes moeten weten? Of heel wat anders wil jij iets weten over relatiedingen? Laat het even achter in de reacties. Want dan kan ik daar weer een video over maken. Dat zou super zijn. En dan kan ik jou weer helpen met al jouw probleempjes. Want, duh, ik ben Mr. La 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 Love. Dag net. Je bent gewoon een jongen die voor de camera domme video's maakt. Oké, de meeste meiden vragen mij best vaak... Steven, hoe kan ik zien of een jongen mij echt leuk vindt? Nou, als een jongen je best wel lang aankijkt of vaak aankijkt... Ja, weet je, vindt hij jou meestal best wel leuk. Kijk, ik heb meestal soms, als ik een knappe meid zie in de trein of zo... Ja, dan kijk ik haar aan en dan kijk ik weg. En dan kijk ik aan en dan kijk ik weg. En dan, dan blijf ik even wat langer kijken en dan denk ze echt van... Oeh, wat doet die jongen? Ja, weet je, ik kijk haar gewoon. Ik ben gewoon even goed aan het bekijken hoe ze eruit ziet. Ja. Hey, zo, ik vind iemand best wel leuk, dan kijk ik haar aan en meestal hoor ik soms ook wel van een meisje. Yo, Steven, je kijkt haar wat te lang aan, ben je een pedo? Maar nee, dat ben ik niet. Ik vind haar gewoon heel leuk. Oké, nummer 2 is... Wij jongens zijn best wel slecht in hints, of in hintjes. Wij jongens willen gewoon meteen dat mensen direct naar ons zijn. Maar stel, jij wil weet ik veel iets met me doen. Leuke dingen met mij doen, boom boom. Maar stel, jij wil iets bereiken bij een jongen via hints. Ja, dan kan je alles bij mij uitspoken, maar ik snap het nog steeds niet. Zeg het gewoon tegen een jongen, het is meer zo denk ik over. Zeg het dan gewoon tegen mij of tegen die jongen wat jij wil zeggen. Ja, het is niet zo moeilijk, je moet gewoon zeggen van, hey, kom neuk! Een jongen kan nooit een hint goed onderscheiden van wat het nou is, of ze kliert, of ze nou echt is. En in onze brein, jongen, pff, er loopt alles vast en dan snappen we het niet. Ga gewoon naar ons toe en zeg gewoon, hey, ik vind je leuk. Of als er iets is, zeg het gewoon en ga niet moeilijk doen, maar gewoon zeggen. Ja. Volgende. Oké, wat ik ook best wel vaak hoor is, jongens die huilen nooit. Jongens tonen hun emoties nooit. Ey, het klopt eigenlijk op zich wel, ik toon nooit mijn emotie echt als er iemand... Een jongen zoals ik, wat ik met ze heb, ik wil niet huilen als er mensen bij zijn. En echt niet als er meiden bij zijn. Op een of andere manier voel je dan gewoon geen man. Dus stel ik ga huilen of zo en is er meid bij me, sla ik mezelf zo hard op mijn been zo. En ja, dan is op het duur is de pijn wel weg. En op het duur ben je op die pijn gelet en dan... Ja, dan hoef je niet meer te huilen of... Ja, het is best wel vaag. Mijn mannen zijn een beetje rui, maar dat maakt niet uit. Want dat vinden wij nou eenmaal chill. Oké, deze hoor ik heel vaak. Jongens zijn bij meisjes anders. Ja, dat klopt. En jongens zijn bij vrienden weer anders. Ja, dat klopt. Weet je wat nog meer klopt? Mijn hart. Kijk, je snapt hem misschien op deze manier. Als ik bij vrienden ben, heb ik een ander humor dan als ik bij een meisje ben. Want ja, met vrienden praten we meestal over dat meisje en wat we allemaal gaan doen en gewoon... Mijn jongens praten gewoon best wel stoer en vies bij andere jongens. Want ja, we willen stoer en vies overkomen. Bij meisjes proberen we dat juist niet, want daar willen we juist overkomen als nette, goede, opgevoede jongens. De allerlaatste is, een meisje moet zichzelf wel mooi vinden. En dit klinkt heel raar of arrogant, maar nee, een meisje moet wel zelfvertrouwen hebben. Een jongen vindt het echt niet leuk als een meisje alleen maar zeurt dat ze dik is of dat ze gewoon lelijk uitziet. Stel, ik heb een vriendin en zij zegt de hele tijd, ik ben dik, maar ze is niet dik. Ja, dat is best wel irritant. Ja, mijn uitleg wordt op dit moment nog slechter. Ik denk dat we hier het video best kunnen eindigen. Vond je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je hebt een like. En abonneer, kunnen we deze video de 2000 likes halen. Dat zou super zijn. En abonneer op mijn kanaal, dat is Steven Vechten. Dus abonneer even. De enige beste YouTube kanaal in de hele wereld. Steven Vechten, abonneer. Reageer. Ik weet niet wat ik heb. Ik doe deze video zo retarded, hè. Ik weet niet wat ik heb, maar ik heb zoveel energie of zo. Het is wel leuk, het is wel lekker op zich. Maar ja, ik weet het ook niet. Vind je deze video leuk? Zorg dan zeker voor dat je even like en abonneer. En zorg dan zeker voor dat je ook even op het belletje drukt. Want dan ben je altijd up-to-date van de nieuwste video's. En dan zie ik jou met je leuke kopie weer later. Doei! Oh ja, nee!
nee, voor de video, stop. Schrijf dit even allemaal in je agenda of op je dagboek of ergens op. Ik ga vanaf nu elke zondag om 11:30 uploaden. Dus niet meer op een woensdag, niet meer 2 keer in de week. Soms 2 keer in de week, maar nu niet meer zoals altijd 2 keer in de week. Oké, doei.